Het is Isaac Newton geweest die zich als eerste heeft beziggehouden met de bewegingen, de eenparige beweging en de eenparige versnelde beweging. En hij heeft zich ook afgevraagd, wat heb je nodig om zo'n beweging te krijgen? En ook vooral, en dat is ook belangrijk, hoe kan ik die beweging beschrijven in een wiskundige formule? Als vervolg op dat onderzoek deed hij ook op een gegeven moment een gedachte-experiment. En het gedachte-experiment ziet er als volgt uit. Stel, zei Newton, ik zet een kanon boven op een toren of op een hoge berg en ik zet het kanon recht naar voren en ik schiet er een projectiel mee naar voren met een bepaalde snelheid. Wat gaat er dan gebeuren met dat projectiel? Natuurlijk weten we al wat er gaat gebeuren, want wat er gaat gebeuren is wat wij zijn gaan noemen een horizontale worp. Dat projectiel zal een bocht maken naar beneden, zoals je hier ziet, een parabool zelfs. Oké, zei Newton, dat is natuurlijk interessant, maar wat nu als ik meer kruid in het kanon doe, waardoor de kogel met een hogere snelheid wegschiet? Dan zal de baan van de kogel lijken op de hier geschetste rode lijn. Ook interessant, zei Newton, dus als ik nog meer kruid erin doe, dan krijg ik deze baan. De conclusie is, hoe groter de snelheid waarmee de kanonskogel het kanon verlaat, hoe verder weg de kanonskogel op de grond zal vallen. Maar, zei Newton, hierbij vergeten we iets. We vergeten natuurlijk dat de aarde rond is. Nou, gaan we weer eens kijken of dat uitmaakt wanneer de aarde rond is. Bij een lage snelheid valt de kogel vrij snel op de grond. Bij een hogere snelheid zal de kogel er langer over doen voordat het de grond raakt. En toen maakte Newton een heel leuk gedachtensprongetje. Isaac Newton zei namelijk, ja, de kogel valt eigenlijk naar de aarde toe. Maar de aarde is rond en buigt dus tegelijkertijd ook van de kogel af. Zou het nou mogelijk zijn dat ik een snelheid gebruik die zo hoog is dat de kogel even snel naar de aarde toe buigt als dat de aarde van de kogel afbuigt, dacht Newton. Als ik dat kan, als me dat lukt, dan zal ik de situatie hebben, zoals je hier ook ziet, dat de kogel eigenlijk naar de aarde toe blijft vallen. En na verloop van tijd, als je maar lang genoeg wacht, zal de kogel een cirkel hebben doorlopen en weer op precies hetzelfde punt aankomen als dat het gestart is. Puur door gebruik te maken van het feit dat de kogel door de zwaartekracht wordt afgebogen naar de aarde en de aarde tegelijkertijd ook afbuigt. Er is niks fout aan zijn redenatie. Sterker nog, dit is eigenlijk het eerste idee, geopperd dus door Newton, dat het mogelijk moet zijn een satelliet in een baan om de aarde te schieten. En Newton maakte nog een enorme sprong, want hij zei eigenlijk, ja, maar dit is ook precies waarom de maan om de aarde draait. Dus eigenlijk zou de maan op de aarde willen vallen, maar omdat hij een snelheid heeft, de maan, blijft het om de aarde heen vallen. Het zal nooit de aarde raken, maar het blijft in vrije val om de aarde heen draaien, zonder dat daarvoor een motor of zo nodig is. De beweging die je ziet, dat is een cirkelbeweging. En de cirkelbeweging is het onderwerp van deze film. En daar gaan we eens wat nader naar kijken. Wat heb ik nodig? Wil ik een cirkelbeweging krijgen? Eerst even een filmpje. Nou, dit kennen jullie allemaal wel. Hier kun je ronddraaien en de meeste van jullie zullen er wel eens in hebben gezeten. En je zult dan het gevoel hebben gehad dat er een kracht is die je naar buiten duwt. Nou, deze kracht heeft ook een naam. Deze kracht heet de middelpuntvliegende kracht. Het mooie is van deze middelpuntvliegende kracht dat het helemaal niet bestaat. Je hebt het gevoel dat je naar buiten geduwd wordt. Maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Eigenlijk moet er iets zijn wat je naar binnen duwt. En in deze situatie is dat het bankje. Het bankje duwt de kinderen naar binnen toe. Die oefent de kracht op de kinderen uit naar binnen. En we zijn gewend om, wanneer er een kracht is die de ene kant op wijst, om er dan vanuit te gaan dat er ook een andere kracht moet zijn de andere kant op. Dus dat er iets is wat ons naar buiten duwt. Maar dat blijkt niet het geval te zijn. Dus de middelpuntvliegende kracht bestaat niet. Er is geen kracht die je naar buiten duwt. Wat heb je dan wel nodig? Kijk even naar dit filmpje. Een filmpje van in slow motion van een hamerslingeraar. Een hamerslingeraar die slingert een kogel aan een stevig
ijzerdraad rond, geeft het een enorme snelheid en laat het op een gegeven moment los. Zou er nou een middelpunt vliegende kracht zijn? De meneer laat hem hier los, misschien kon je dat zien. Ik zal daar het filmpje nog een keer laten zien. Zou er nou een kracht zijn naar buiten gericht, dan zou die kogel op het moment dat je hem loslaat, deze kant heen bewegen, richting de stippellijn. Maar dat doet de kogel niet. Je ziet eigenlijk dat de kogel er haaks op gaat bewegen. De kogel vliegt naar voren toe. Ik zal nog een keer de slow-mo laten zien. Let dadelijk goed op. De kogel bevindt zich aan de zijkant van de atleet, wanneer de atleet hem loslaat. Maar het gaat dus naar voren toe. Dat bewijst dat er geen kracht is die de kogel naar buiten slingert. Er is wel een kracht nodig die de kogel continu naar binnen trekt. Als je dat niet hebt, dan is het ook onmogelijk om die kogel een cirkelbaan te laten maken. En hiermee komen we ook tot een definiëring van deze cirkelbaan. We hebben nu drie soorten van beweging. We hebben de eenpaarige rechtlijnige beweging. En die beweging heb je wanneer er geldt dat de som van alle krachten 0 is. En als dat zo is, dan weet je ook dat de snelheid in grootte constant is en in richting ook, want je beweegt dan altijd in een rechte lijn. De tweede beweging die we al eerder hebben gezien is de eenpaarige versnelde beweging, ook rechtlijnig. Die geldt als de som van alle krachten gelijk is aan m maal a, waarbij a de versnelling is. En v is niet constant qua richting, maar hij is wel constant. Hij is wel constant qua richting, maar niet qua snelheid. En de nieuwe die er vandaag bij komt, is de cirkelbeweging. De cirkelbeweging geldt wanneer de som van alle krachten op het voorwerp gelijk is aan de middelpuntzoekende kracht. En de middelpuntzoekende kracht staat altijd gericht naar het midden van de cirkel en is ook constant van grootte. Als dat zo is, dan zul je zien dat je een bijzondere beweging krijgt, namelijk v is constant qua grootte, maar v is niet constant qua richting. V verandert constant van richting. En wel zo dat het een cirkelbeweging uitvoert. Dus kort samengevat, je hebt alleen maar een cirkelbeweging op het moment dat er een kracht is die het voorwerp naar het midden van die cirkel trekt. Bij de kogelslingeraar is die kracht de spankracht. De kogelslingeraar staat in het midden en houdt het touw goed vast, het ijzeren koord goed vast. En de spankracht van het koord op de bal zorgt ervoor dat die bal een cirkel gaat maken. In de draaimolen die je zag, is het de kracht van de buitenkant, van de buitenwand van de draaimolen, die duwt de kinderen continu terug naar het midden. En bij de kogel die om de aarde heen gaat, is het de zwaartekracht. En het mooie is dat de zwaartekracht ook altijd naar het midden van de aarde gericht is. Dus die kogel maakt een cirkel, waarbij het midden van een cirkel ook meteen het midden van de aarde is. Valt die kracht weg, die middelpuntzoekende kracht, bijvoorbeeld doordat je het touw loslaat, denk aan de atleet met de kogelslingeraar. Als je het touw loslaat, dan zal ineens de cirkelbeweging omgezet worden of overgaan in dit geval de eenpaarige rechtlijnige beweging. Want voor de rest werken er in de x-richting dan geen krachten meer op de kogel. Dus de kogel vliegt recht naar voren. Hoe ziet dat er een formulevorm uit? Kan ik de middelpuntzoekende kracht uitrekenen? Ja, dat kan. Natuurlijk kan dat, anders zouden we dat niet hier behandelen. De middelpuntzoekende kracht hangt van een aantal dingen af. Het hangt natuurlijk af van de massa van het voorwerp wat je wilt laten rondslingeren. Hoe zwaarder de kogel, hoe harder je aan de touw moet trekken. Het hangt ook af van de snelheid. Hoe sneller je ronddraait als atleet, hoe groter de kracht is die je op je armen voelt. En die snelheid staat zelfs in het kwadraat. En het hangt ook af van de grootte van de straal van de cirkel. Het kost je veel meer moeite om een voorwerp een grote cirkel te laten bewegen dan een kleine cirkel. Het kost je veel meer kracht, laat ik het zo zeggen.
Je kunt natuurlijk ook de versnelling berekenen, want de versnelling is gelijk aan f gedeeld door m. Dat volgt uit de eerste wet van Newton en dan krijg je eigenlijk een hele makkelijke formule voor de versnelling, de middelpuntzoekende versnelling. Je kunt dit ook allemaal uitdrukken waarbij je de snelheid v vervangt door een andere grootheid die ik nu even introduceer, dat is namelijk de hoeksnelheid. En bij de hoeksnelheid werken we altijd in radialen. Een volledig rondje, één cirkel, is gelijk aan 2 pi radialen. Het mooie van radialen is dat je heel makkelijk een afstand langs een cirkel kunt beschrijven. Wanneer je een cirkel hebt met een straal r en je maakt één keer je gaat één keer de hele omtrek af van een cirkel, dan is die omtrek heeft een lengte van 2 keer pi keer r meter. Ook als die hoek kleiner is, stel je gaat een halve cirkel rondlopen, dan is dus de hoek in radialen uitgedrukt pi, dan zal de afstand ook zijn pi keer r. Dus met radialen kun je heel mooi die afstand uitdrukken in de hoek. De hoeksnelheid is niks anders dan het aantal radialen dat jij in een seconde beweegt. En dan beweeg je dus in een cirkelbeweging. Dus zou je in 2 pi radialen per seconde hoeksnelheid hebben, dan ga je precies één rondje per seconde. De eerste twee combinerend geeft dan dat we de snelheid in meters per seconde ook kunnen uitdrukken als de hoeksnelheid maal r, maal de straal. Dit kunnen we in de formule linksboven invullen. In plaats van v vullen we dan in omega maal r, maar v staat natuurlijk in het kwadraat. En als je dat netjes doet, dan krijg je deze formules. Dan is de middelpuntzoekende kracht gelijk aan m keer omega kwadraat keer r. En de middelpuntzoekende versnelling omega kwadraat keer r. Het is zaak om bij een opgave goed te kijken welke dingen krijg ik gegeven, welke variabelen zijn bekend. Is dat een snelheid? Dan ga je aan de linkerkant de formules gebruiken of is dat een hoeksnelheid? En dan kun je aan de rechterkant de formules gebruiken.